Goedemorgen iedereen, het is vandaag woensdag 5 juni en ik ga vandaag vloggen. Vandaag ga ik naar een evenement van Yves Rocher in Antwerpen. Dus zoals je al hebt gezien heb ik mijn vlog gedoucht en mijn haar een beetje deftig, in zoverre dat dat kan, een beetje gefeund. En ik ga anders eens rap laten zien wat ik ga doen met mijn make-up vandaag. Maar ik dacht... geworden. Ik heb ook mijn haar losgedaan. Er zit zo nu een beetje meer schwung in. Het spaaltje ga ik laten zitten. Ik heb de pareloorring aan. Ik ga anders mijn bril doen, dan kan je het misschien een beetje beter zien. Dus ik ben gegaan voor een roze oogschaduwlook met een beetje een groen, donkergroen lijntje. En dat is de nieuwe lipsticks van L'Oréal. Dat zijn zo van die matte lipsticks, liquid lipsticks. Maar je ziet ze bijna echt gewoon niet zitten. Ze zijn super waterachtig van consistentie. Het is heel anders dan een chocolate liquid lipsticks. Die voel je echt wel zitten. Je voelt dat een beetje... Ja, het is niet dat dat slecht is, maar deze is wel veel beter. Het is veel lichter van consistentie. En die noemt... Dus de Rouge Signature Matte Color Ink by L'Oréal Paris. Je hebt echt het gevoel dat er niks op je lippen zit. Het is ook effectief zo. En het is in het kleurtje Explore. Of is het Eye Explore? Ik weet het niet, ik weet niet uitgehassen. Vergeet het niet wel focussen. Nee, ik ga niet wel focussen. Kleurtje 116, voilà. Ah ja, wel zoeken in het kruidvat of zo. Dus ja, dit is de make-up look voor vanavond. En anders een gewoon blouseje met een strikje jeansbroek. Ik weet nog niet wat het is. Ik ga wel een regenjas moeten meenemen, want het gaat waarschijnlijk wel nog regenen vanavond. En op mijn nagels heb ik de Always Bare For You collectie van OPI. Moet ik nog iets vertellen? Nee, dus ja. Zie jullie straks.
Vandaag is het donderdag 6 juni. En gisteren was het het Yves Rocher evenement. En zobiets ga ik nog naar het beauty event van Ona in Antwerpen. Dat misschien nog een keer tof was om nog een keer rap de andere look te laten zien. Ja, ik heb even mijn haar zo gedaan. Ik weet niet of ik het zo ga houden. Maar ik ben zo een beetje voor een bronzy met veel glow look gegaan. Ben voor een soort oranje brons met dan een beetje hout. Ik heb een nieuwe lipstick aan van Maybelline. Made for All collectie. Ik zal dan misschien straks het nummerke hieronder zetten. Het is de meest nude kleurtje. Vond ik wel tof bij deze look. En dan weer mijn oorringetjes aan. Ik heb mijn nieuwe ketting aan. Gewoon een blouse van Lola Lisa. Ben gewoon voor simpel gegaan. En ik ga dat mijn outfit al een beetje oppimpen met de... met accessoires. Ik had dan ook nog mijn handtas dat ik heb gekregen van Veet gebruiken, namelijk deze. Ik heb er een sjaal aan hangen, want ik vind dat iets fancier. Dus ja, ik zie jullie dan straks in Antwerpen. Bye bye!